Bij ons aan tafel de man die het nieuws de afgelopen week domineerde, Johan Cruijff. Hartelijk welkom. U bent hier onder meer omdat wij u hebben uitgenodigd. Waarvoor dank dat u er kwam. Maar bent u ook naar Nederland gekomen om een oplossing bij te dragen aan een verscheurd Ajax? Jawel, er is zondagmorgen, heb ik begrepen, een bijeenkomst van de ledenraad, waar dus zeg maar alles en iedereen bij hoort. En daar ben ik ook. Bent u daar dan samen met de andere vier commissarissen om met z'n vijven een toelichting te geven op wat er gaande is? Of neemt u een andere positie in? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben in ieder geval aanwezig om mijn visie en mijn mening te vertellen. Bent u daar met alle anderen. En ja, ik heb een beetje een vreemde functie, want in die ledenraad hoor ik eigenlijk niet bij. Maar als erelid mag ik er ook altijd bij zitten. Dus. Ja. Maar goed, ik heb denk ik ook genoeg dingen te vertellen. Dus ik denk dat het ledenraad het wil weten. En ik kan het makkelijk zelf uitleggen. Gaat u voor die tijd nog contact opnemen met de andere commissarissen? Nee, dat heeft weinig zin. Waarom? Omdat er genoeg tijd geweest is om contact op te nemen. Dus we zien elkaar daar wel. Ja. En morgen heb ik geen tijd, helaas. Morgen heeft u geen tijd? Nee. Gaat u nog naar de wedstrijd eigenlijk? Ja. Juist. Zit je dan morgenavond natuurlijk, ja. Ja? Ja. En dan zit je dan nog met de andere commissarissen bij elkaar eigenlijk? Nou, ik heb al jaren, ik denk een jaar of 10 of zes, of zolang die arena bestaat, eten we altijd bij die Champions Lounge, heet dat. Ja? Waar Jacques Zwart altijd zit. Zitten we altijd met een vracht vrienden. En dat doen we vanavond. Dat doen we volgende keer weer. En of je nou wel of geen commissaris bent waar je wel of niet mag zitten. Ik vind dat een heerlijk uitje. En, daar ga ik zitten. Maar daar zitten die andere commissarissen niet bij? Nee. Anders zou je van de gelegenheid gebruik kunnen maken tijdens de kroketten nog? Nou, dat is wel beter als kroketten. Oh. Nou, ik vind de kroket heerlijk, hoor, moet ik zeggen. Helemaal als je in Spanje komt, dat je hier een kroketje uit de muur kan halen. Maar er wordt een fantastisch diner geserveerd altijd. Ja. Maar u zit daar zondag dus eigenlijk meer als erelid bij de ledenraad. En daar, die zondagochtend, dan dat u daar zit als een van de mensen uit de Raad van Commissarissen. Nou, niet meer. Ik denk dat het zo'n beetje wat tegen elkaar op zou wegen. Ja. We komen er straks nog wel even over te praten. Nog even de rest van de agenda, als het mag. Wanneer gaat u weer weg? Zondag. Zondagmiddag, ja. En dan komt u weer terug voor de bijeenkomst die woensdag gepland is met de Raad van Commissarissen? Nee, woensdag ben ik er niet, want moet ik in Madrid zijn. Dus juist. Ik kan niet woensdag. Dus die bijeenkomst zult u ook niet bijwonen? Nee, daar ben ik niet bij. Nee. Maar wanneer is er dan eigenlijk weer een ontmoeting tussen u, voor zover u dat nu weet, in uw agenda, tussen u en de andere leden van de Raad van Commissarissen? Dat weet ik niet. Ik kom weer terug, wat is het, geloof ik, eerste week december, als ik uit mijn hoofd gezegd. Ja, gelijk met Sinterklaas zo'n beetje. Ja, zo'n beetje. Ja? Ja. Ja. Maar, cadeautje ophalen. En voor die tijd is er dus, wat u betreft, geen ontmoeting in Nederland met de Raad van Commissarissen? Geen directe ontmoeting, maar er zijn videoconferenties en weet ik veel. Je hebt ook zoveel mogelijkheden om met elkaar te spreken. Maar dat werkt toch meestal niet zo goed, geloof ik, tussen u en... Nee, maar het is wel een goed hulpmiddel. Ja. En u verwacht dat dat nog wel plaats gaat vinden voor 5 december? Dat weet ik niet, maar het zou kunnen. U bent een beetje laconiek. Dat ding staat bij me, dus het is te gebruiken. Is het laconiek wat u bent, of niet? Nee, ik ben niet laconiek. Maar u zegt van, ja, ik weet niet, ik zie het wel... Jawel, maar ik kan niet al die agendas in mijn hoofd hebben. Dat zal wel erg ontstaan. Dit is toch een belangrijke kwestie tussen u en de andere leden van de Raad van Commissarissen? Jawel, maar we zien elkaar toch zondag. We gaan er niet vooruit lopen, weer er nog allemaal meer dingen die er gebeuren. Dus dat... ik denk dat je gewoon alles gewoon moet laten komen zoals het gaat. En het heeft weinig zin om dingen te plannen voor over een week of 2 weken. De eerste is zondag. En zo'n zondag zien we wel weer. Dat is een belangrijke bijeenkomst. Belangrijk. Hoofdzaken voor de club natuurlijk belangrijk. Want daar is waar de club dus positie gaat nemen. Ja, daar wordt gekozen. Ja, nou, gekozen niet. Het is, er is door... U zit daar, zegt u, om uw verhaal te vertellen. De Raad van Commissarissen komt daar. Min u. Om hun verhaal te vertellen, die ledenraad moet dan toch een keuze maken? Nou, het punt is, de basis van het probleem is dat dus die ledenraad 9 maanden geleden gezegd heeft, we gaan die kant op. 15 spelers, oud-spelers, ex-spelers, die hebben daarover nagedacht, die hebben de boel in elkaar gezet. Die zijn begonnen. Dat plan, dat is dus door de ledenraad en dus ook overgenomen door de club, laat ik het zo maar noemen. Om dat plan uit te werken. Nou, dat is sinds juni, wordt daar ingewerkt. En daar zijn ze druk mee bezig. Het probleem is voor de club dat er nu dus een directeur gekomen is met een
directeur voetbalzaken. Mm-hmm. Ja. En in dat hele plan komt de directeur voetbalzaken niet voor. Dus Danny Blind vervult de vacature die er niet is? Nou, die is afgezworen omdat hij er 10 jaar lang wel was. Bijna elke keer is het zo geweest dat dus die technisch directeur, om het zo maar te noemen, altijd een A-diploma had, dus een trainersdiploma had. Mm-hmm. De trainer had het trainersdiploma. En hoe vaak het niet gebeurd is dat die twee boenje gehad hebben. Omdat dat gaat gewoon niet samen. Juist. Dus dan moet je dat afsferen. Dat hebben we toen op een gegeven moment onder elkaar als voetballers gezegd. Jongens, laten wij nou die opleiding doen. Die positie, die moet weg zijn. We moeten niet iemand hebben die dus op de plek van die trainer kan gaan zitten. Want het brengt altijd wrijving. Dat is met Koeman en Van Gaal gebeurd. Het is beide bij iedereen gebeurd. Dus daar moet je vanaf, van dat soort problemen. En nu hebben ze een probleem geschapen waar niet alleen de trainer daar die diploma heeft, maar ook de algemene directeur en de technisch directeur. Ja. Dus we zullen even kijken hoe afgelopen woensdag het nieuws daarover naar buiten kwam. Ja. Louis van Gaal wordt algemeen directeur van Ajax. Van Gaal is benoemd door de Raad van Commissarissen, zonder medeweten van Johan Cruijff. Ik ben verbijsterd. Nee, maar ik... dit had ik niet uit de hoge hoed getoverd zelf. Met deze actie is in ieder geval de club in de fik in de hens gezet, laat ik het zo zeggen. Elke keer dat ik begaan, ik hoop ik dat het allemaal goed komt, maar ik begin langs met de moed te genieten. Ik kan niet zeggen dat ik hier naar mijn gevoel erg verdrietig van word. Het is ook een bijl in de rug van Johan, hè? Zo zie ik het toch wel. Louis van Gaal wordt de algemeen directeur. Ja. Niet gehoord? Nee, maar niet hier. Hoe hoorde u het eigenlijk? Ik zat in de auto, terug naar Barcelona en een vriend belde op. En die zegt, heb je dat gehoord? Ik zei, neem je iets roep in de maling. Maar het bleek achteraf dus wel zo te zijn. U kon het niet geloven? Ja, ik kon het niet geloven, omdat we de week daarvoor een paar keer elkaar gesproken hadden. Met die verzoeningscommissie, die er toen niet uit was, of er nog is. En met een gedeelte van die Raad van Commissarissen. En als er dus iets gebeurd is zonder dat iemand wat van weet, dan is dat inderdaad een verrassing. En toen zei u achterbaks en onbeschoft? Ja, dat is het natuurlijk. Want als je dus met elkaar zit te praten, en niet alleen tegenover mij, hè, laat ik mezelf dan gewoon achteraan in de rij zetten. Maar dat is natuurlijk waanzinnig tegenover de club zelf. Tegenover de mensen die in die club werken, in zo'n verzoeningscommissie. Zelfs tegenover Van Basten, waar we toen die tijd nog over spraken. Het is natuurlijk onacceptabel. U had ook kunnen reageren. Nou heb ik het al helemaal met ze gehad. Zoek het maar uit. Ja, maar het is het makkelijkste natuurlijk. Ik heb wel meer van die akkefietjes gehad in de laatste 50 jaar. Ik denk dat dit gewoon een probleem is, dat de generaties tegenover elkaar staan en de generatie ex-voetballers, goed opgeleid, die zijn nu klaar om leiding te geven aan de sport in Nederland. De sport in Nederland, die heeft een voorloper, dat is voetbal. Dus we hebben de grootste sport. En Ajax is een van de grootste clubs, dus die zal die lijn moeten gaan uitstippelen. Ja, maar Ajax is ook een grote beursgenoteerde club. Ja. Die heeft om die reden een raad van commissarissen, dat hoort erbij, dat is de structuur. In die raad van commissarissen zitten mensen die dat allemaal in onderling verband moeten gaan uitwerken. Ja. Ja, daar zit u wel in. U hebt wel te maken met die andere mensen die niet allemaal voetballers zijn geweest. Ja, en daarom moeten ze bemoeien met de dingen waar ze verstand van hebben en niet met het voetbal. Nee, nou Edgar Davids weet misschien ook wel iets van voetbal. Ja, die heeft gevoetbald. Die heeft nog nooit iets anders gedaan op dat gebied. Maar goed, daar zou veel meer kunnen leren. Maar wat je dus niet moet doen is dat als je stage loopt als trainer, en dat is alleen maar goed, dat je dus overzicht krijgt en inzicht krijgt in een heleboel verschillende facetten die in een club spelen. Dus uiteraard is het heel goed dat je dan stage loopt met die groep spelers waar je ook mee gespeeld hebt. Mm-hmm. Maar dan kan je natuurlijk niet een directie aangesteld die haak staat, maar volledig haak staat op het plan wat gepresenteerd is en uitgevoerd wordt. Wat heeft u daar toen een opmerking over gemaakt? Ja, ik vind dat als je dus, ik wil niet zeggen dagelijks, maar als je dus stage loopt bij de trainers waar je mee gevoetbald hebt en waar je dus liever leed mee deelt. Jonk, Bergkamp. Dan kun je natuurlijk niet aan de andere kant dat soort kunsten uithalen. Heeft u toen gezegd van jongens, doe er wat aan? Nou, je zegt dus van hoe staan jullie er tegenover? Ja, wat kijk, zeiden ze toen? Ik hoef niet met hem te werken en ik loop ook geen stage met hem. Dus het is een kwestie dat hun gezegd hebben. En daar hebben ze volgens mij groot gelijk in. Ja. Als wij hier met z'n tweeën op het veld lopen, dan hoor je ons te informeren. Als iets goed gaat, iets slecht gaat, wat je ervan vindt, wat je er niet van vindt. Maar je kan het natuurlijk niet achter iets eens rug
de hele boel op stelte gaan zetten. Nou, want, nogmaals, ja? Het grote probleem is dat er dus een bepaalde werkwijze, visie is. Ja, de filosofie Cruijff. Ja. Zo wordt het steeds genoemd. Okay, daar is makkelijk zo. Maar goed, daar hebben dus heel veel mensen aan meegewerkt. Mm-hmm. En het is een iets wat up-to-date is. Je moet rekenen, het voetbal evolueert natuurlijk op vele manieren. De informatie zijn op vele manieren komen binnen. Dus als je zo'n jeugdopleiding opzet, ja, dan doe je dat met verstand. Op de eerste plaats. Tweede plaats zijn wij er met z'n vijftiende, wie toen die tijd bij elkaar staat, van overtuigd dat we dus Ajax weer hoog op de lijst kunnen zetten in het Europese voetbal. Ja. Iedereen zegt van niet, ik zeg van wel. En dat denken de anderen ook. Mm-hmm. Het is eigenlijk een ideaal moment, dit is crisis. Met andere woorden, die anderen zullen meer problemen hebben om geld uit te geven, want die zullen ook door de crisis. En Ajax heeft nood aan geld, dus ik kan moeilijk geld uitgeven. Yes. Dus we zitten wat dat betreft denk ik op het goede spoor. Ja. Zorg nou alleen dat je het goed doet. Even terug naar Edgar Davids, als u het goed vindt. Die liep dus stage bij Bergkamp en Jong, zou ik maar zeggen. En zat tegelijkertijd in de Raad van Commissarissen. Ja. Wat toen ook al een beetje een ingewikkelde combinatie is. En nu heeft Jong gezegd, naar aanleiding van zijn contact met Van Gaal. En daarom zei Jong dit. In overleg met alle trainers hebben we ook besloten om zijn stage gewoon te beëindigen. Want ja, als je zo bij ons rondloopt, dat kan natuurlijk niet. Ja, het is wel hard over je meteen. Nou, het is de tweede keer. En dat is wat ze toen vaak niet weten. Het is de tweede keer. De eerste keer dat ze begonnen in augustus. Toen liep hij ook natuurlijk stage. En hij had waarschijnlijk dingen gezien. Doordat het alles nieuw is, zal je ongetwijfeld fouten maken. Dat hoort natuurlijk bij het spel. In plaats, toen hij dus dacht dat hij de dingen zag die dus niet goed waren, in plaats hij naar de leiders toe gaat, in dit geval Jonk en Bergkamp, mm-hmm, en zegt, ik vind dit wel of niet goed, het maakt helemaal niet uit waar het over gaat, dan ga je natuurlijk niet bij de Raad van de Commissarissen zitten praten dat het niet functioneert. En dat is dat zijn kunsten, die moet je niet uithalen. Dat hoort gebeurd. Niet. Dat is en dat is twee keer gebeurd. En op een gegeven moment zeggen hun natuurlijk, Bogen Bergkamp, tot hier en niet verder. Was dat een bijeenkomst van de Raad van Commissarissen waar u bij was? Ja. En wat heeft u toen tegen Davids gezegd? Dat ik zulke soort gedrag helemaal niet accepteer. Op geen enkel gebied. En dat dit ver beneden welk pijl dan ook is. Wat zei hij toen? Ja, een beetje verontschuldigend. Een beetje zeggen, dat heb ik niet gezegd. Nou, later heb ik een confrontatie georganiseerd waar het dus wel tegenover elkaar is. Zo kwam duidelijk uit dat het niet klopt. Ja. Laten we even toch nog, als u het goed vindt, teruggaan naar dat moment dat je in Spanje bent. En denkt van, wat een achterbaks gedoe is het allemaal. Dan moet er een strategie worden ontwikkeld, neem ik aan. En deel van die strategie is dat u hier vanavond aan tafel zit. U gaat naar Nederland toe en u wilt... Ik doe niet verschrikkelijk veel strategieën, maar ik zeg dit soort dingen. U denkt nou over, hoe moet ik hierop reageren? U neemt contact op met mensen, want u zegt niet, ik gooi het beltje erbij neer. Dat heeft u net gezegd. Nee, maar wat contact met wat voor mensen? Je neemt contact op met Bergkamp en Jonk, uiteraard. Want die zijn degene die dus met hun zouden moeten werken of niet moeten werken. Maar in ieder geval, die zijn natuurlijk het eerste slachtoffer van de hele situatie. Het tweede probleem, en daarom moet ik zeggen, heb ik er niet direct over nagedacht, is dus dat de grote verliezer is de club. Ja. Die hebben een filosofie vastgesteld via hun organen. Dus via de ledenraad en via weet ik veel wat allemaal. Dat wordt nu door ons uit. En nu gaat dus een raad van commissarissen, met alle respect dat ze bij een beursgenoteerd bedrijf horen, maar die gaan dus iets veranderen wat dus zelfs in de notulen staat dat het uitgevoerd moet worden. Mm. Dus het slaat. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Maar wat is dan uw op dat moment, want u zit daar dan in Barcelona, wat kunt u dan doen? Wie gaat u dan bellen? Wat is dan de route? Want ja, u zegt, ik denk niet in strategie, maar u bent ook jarenlang een succesvol trainer geweest. Dan moet je ook in strategie denken. Moet je er ook denken? Wel, natuurlijk. Hoe we het aan gaan pakken. Maar ik ga niet echt zitten, wat ga ik nu eens gaan uithalen? Wat zal ik nu eens gaan doen? Nee, helemaal niet. Nee. Je ziet dus dit probleem. Ik wil niet zeggen dat je dit ziet aankomen. Maar de verhoudingen die waren dus al een tijd niet echt goed. Daarom dus u en de andere leden daarom van was het ook een onderzoekscommissie. Ja, en verzoeningscommissie. Of verzoeningscommissie. Ja. Zoveel commissies dat je er af en toe gestorven van, maar goed. Ja. In ieder geval was er weer een commissie die dus ging kijken of we op een of andere manier dingen met elkaar konden doen. Dus Kee Molenaar, die zei vanavond bij Voetbal International dat al heel ver was. Dat al een aardig eind op streek was om die verzoening inderdaad tot stand te brengen. Was dat ook uw gevoel?
Jawel, gedeeltelijk. Want er was nog altijd nog een brief. En die is nu geloof ik al 3,5 weken onderweg. Ja. Die gestuurd was aan de Raad van Commissarissen, daar hoorde ik ook bij. Maar ja. Zodat ik uitleg, want dat is een ingewikkelde kwestie. Althans, dat leek zo. Nee, er is een gesprek geweest tussen 4 van de 5 commissarissen. Daar was u niet bij. Ik wist ook niet dat hij er was. U wist niet. En u wist ook niet dat het gesprek er geweest is met de Telegraaf. En dat had de bedoeling, vanuit de commissarissen neem ik aan, dat de Telegraaf iets minder zou stoken in het Ajax-gebeuren, zal ik maar zeggen. En misschien ook iets minder aan uw kant zou staan. Dat gesprek is geweest. De Telegraaf heeft toen de 4 commissarissen een brief gestuurd waarin dat gesprek werd bevestigd, maar werd gezegd, we gaan absoluut geen koerswijziging aan. En u wilde die brief lezen? Ja, tuurlijk. Ja. Waarom heeft u die brief niet mogen lezen? Ik heb geen idee. Ik heb hem dus nog steeds niet gehad. Nadat ik er 3 weken om gevraagd heb. Wanneer is het gebeurd, denkt u eigenlijk? Wanneer zijn zij naar de Telegraaf gegaan? De dag voor de Ajax Feyenoord. Of de dag van Ajax Feyenoord. Ja, ja. Dus dat zonder dat u dat wist. 23 oktober. Ja. Hoe kwam u erachter? Je komt altijd overwacht. In het leven is het belangrijkste is informatie. Ja. Intelligentie is niet zo belangrijk, maar informatie is heel belangrijk. En toen, ik neem aan dat Johan Cruijff kwaad werd, want hij denkt, verdorie, wat flikken 4 van die 5 leden, wat flikken ze? Op de eerste plaats dat je niet weet dat ze aan toe gaan, dan denk ik, nou ja, dan weet je wel wat voor vlees je in de kuip hebt. Maar goed, voor die tijd was dat ook al redelijk bekend. Dus echt overvallen deed me niet. Maar dat hoort dus niet. Daarna krijg je natuurlijk via allerlei kanalen te horen wat er ongeveer besproken is. Mm-hmm. Wat was er ongeveer besproken? Dan krijg je dus net het beursgenoteerde bedrijf. Ja, beursgenoteerde bedrijf. Ik geloof niet dat de Raad van Commissaris ooit het contract met de Telegraaf gemaakt heeft. Waarschijnlijk op contacten wie hun hebben of dingen wie ze samen doen. Mm-hmm. Met kranten en de club. Want er zullen dus ongetwijfeld dat soort dingen bestaan. Dus wat die daar nou komen doen als Raad van Commissarissen. Ik dacht altijd een Raad van Commissarissen een soort rugdekking wilde afdwingen. Nee, rugdekking instituut is. Dat dus een directie of een directeur geen achterlijke dingen doet. En het hun de boel controleren. Dat is de Raad van Commissarissen. Dus dat ze dus dat controleren. Nu zijn ze namens de Raad van Commissarissen met iemand gaan praten. Nou, daar zijn ze gesprekken over. Waarschijnlijk, zoals de Telegraaf ook over de Ajax spreekt. Ook over, schrijft. Over uw column? Ja, over mijn column is natuurlijk helemaal het column, om het zo maar te noemen. Ja. Hoe kun je nou godsnaam mijn privécontract, wie ik heb, jij als Raad van Commissaris over gesprekken? Dat is natuurlijk helemaal te gek om los te lopen. Is dat onderwerp van gesprek geweest? Dat weet u zeker? Nou ja, dat zal in die brief tot uiting komen. Die heb ik nog steeds niet gezien. Ik weet wel wat erin staat, maar gezien heb ik het. Hoe weet dus u dan ik heb het niet gelezen. Hoe weet u dan dat? Nou, er is altijd veel mensen informatie. Die vertellen. Oh, informatie. Ja. En die informatie die behelsde ook dat er over uw column werd gesproken. Ja. En wat bouwden ze daarvan? Wat wilden ze dan? Dat ja, misschien dat ze daar niet mee doorgingen of wat dan ook. Maar uiteraard, je hebt je dus als je in die Raad van Commissarissen zit, heb je aan bepaalde regels te houden. Eén is dat je geen informatie over de club mag geven, of over het bedrijf in dit geval. Waar je dus commissaris bent. En ik heb in al mijn artikelen altijd alleen over voetbal gesproken. Maar die afspraken had u wel gemaakt, of niet? Dat u geen informatie aan de Telegraaf in uw column zou stoppen? Dat mag niet, het was geen afspraak. Nee. Dat mag gewoon. Nou, goed, precies. Waarom doet die Raad van Commissarissen zo moeilijk om die brief aan u te geven eigenlijk? Want die is ik vermoed dat er dingen in staan die ze niet leuk vinden. Of dat ze denken, hé, daar kan niet kwaad over worden of zo. Of we hebben dus ver buiten de pot gepiest, dat zou best kunnen. Ja. Is dit geeft dit aardig weer wat voor sfeer er onderling is? Ja, die sfeer is dus natuurlijk niet goed. Ik ben gevraagd door Ajax om dus een soort technisch plan te maken om te proberen die club weer daar te krijgen waar ze zouden moeten staan. Nou, er hebben een heleboel mensen hebben daar aan meegedaan. En ik zou dus de rest van de directie, in ieder geval de directeur, zou ik aanstellen. Mm-hmm. Om te zorgen dat alles gaat zoals het moet gaan. Ja. Dat is ook weer natuurlijk ondervinding die we gehad hebben de laatste 9 maanden. Wij zaten op een gegeven moment 15 ex-spelers aan tafel. En toen zeiden we, nou, we vinden dat die club dat en dat en dat. Dus een heel verhaal. Dus, directeur, toen die tijd van de boog. Je hebt het gehoord. Dus ga je gang. Nou, zegt hij, ik ben wel directeur. En ik vind het leuk om naar jullie te luisteren, maar ik beslis. En of ik het doe, weet ik niet. Dus wij zeiden, dus als hier 15 man zitten, allemaal ex-voetballers. Mm-hmm. Gereed, van alles zijn we achterlijk. En dan ga jij zeggen of je het wel of niet doet, op je eigen. Nou, dat was meteen dus de aanleiding dat we dus na die tijd gezegd hebben, wij stellen die directeur aan. Ja. Om
een plan te gaan ontwikkelen en, die, en hij vindt het niet uit, dus natuurlijk zinloos. Over die aanstelling van die directeur is natuurlijk heel veel gezeurd. Ja. Met name ook omdat u degene zou zijn die veel tegenhield. Tegenhield? Ik heb alleen mijn voorzetten gegeven. Ik heb alleen mijn voorzetten gegeven, maar nog nooit iemand gepresenteerd. U moet geen voorzetten geven, u moet doelpunten maken. Nee. Ik heb mensen benaderd. Ja. En overgesproken. Ja. Hun hebben nog nooit iemand voorgesteld of overgesproken. Want u heeft Marco van Basten voorgesteld. Ja. Ja? En u heeft Tjöla Ling voorgesteld. Ja. Heeft u nog meer mensen voorgesteld? Ja, buiten dat was het Mark Overmaas, was Hidding en ga zo maar door. Maar goed, toen dat zijn namen die u genoemd heeft allemaal. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was ook uw taak eigenlijk, hè? Want binnen de Raad van Commissarissen was u degene die leading is als het gaat over... Het probleem is alleen dat in de maand mei natuurlijk, maand mei, juni, dat dus veel... Mensen denken, hey, misschien ga ik nog trainen of misschien ga ik dit doen. Dus er is wat twijfel. Ja. En die wordt pas weggenomen eind augustus. Maar waar veel chagrijn over was, was dat elke keer weer Johan Cruijff met Tjöla Ling aankwam. Ja. En niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk, begrijp ik. Op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment wel. Ja, maar moet je niet je verlies nemen? Het is geen verlies nemen. Ik stel iemand voor. En dan zeg je tegen de Raad van Commissarissen, dat heb ik ook gezegd... en er zat ook toen die installatiecommissie... nou, in ieder geval nog een commissie, die zat erbij. Toen hebben we gezegd, ik stel die voor. Ik heb dus verschillende gesprekken al gevoerd. Bepaalde onderzoeken gedaan. Gaan jullie nou mee praten? En, en zeg maar wat je ervan vindt. Ja. Nou, dat was eind mei. Eind mei. Ja. Nee, dat is niet waar. Twee hebben er drie kwartier met hem gesproken... en twee anderen hebben nooit met hem gesproken. Ja. Hoe kun je een stemmen brengen als je nooit met iemand spreekt? Dus toen zei ik, waarom is dit? Nou, ik heb vandaag de dag nog niet één keer antwoord gehad. Er is waarom geen argumentatie gegeven? Er is geen enkele argumentatie. Maar er was een plus dat er twee zijn, en dat is onder andere de David, die dus een mening hebben zonder één woord met iemand te spreken. Nou, dat is voor mij dus onacceptabel. David heeft niet met Ling gesproken. Ja, maar Ruimer ook niet. Ja, ik geloof 3 minuten door de telefoon of zo. Ja, ja. Maar in ieder geval, dat vind ik geen onderzoek en dat vind ik geen gesprek. En als ze dan tegen mij ingaan, die dus de opdracht hebben om die directeur de directeur... en het voetbalgedeelte te doen, dan heb ik minimaal recht op uitleg van wat dan ook. Maar dan komt u de keer daarna, terwijl verrast u iedereen. Dat was volgens mij de dag dat u s'avonds bij ons aan tafel zat. Oh, kan best. ik geloof dat dat dan 13 oktober moet zijn geweest. Ja. Want 14 oktober was die, foundation. Je hebt gelijk. Ja. Toen had u Ling ook nog een keer meegenomen. Ja, op het moment dat je overal allerlei dingen vraagt, laat ik het zo maar noemen. Geen antwoord krijgt, geen duidelijk antwoord krijgt. Ja. Dan zeg je, nou, neem me mee, jongen. Vertel me wat je ervan vindt en je krijgt meteen een antwoord. Ja. Dus wat dan ook, hè, het mag van extreem links tot extreem rechts zijn. Ja. Welke vraag je ook mag stellen, je krijgt geen antwoord. Maar het einde van het verhaal was nu... Nee, maar er was nog een tweede. Ja. Er was niet alleen Link kwam mee. Ja. Dat was niet waar. Jonker Bergkamp kwam ook mee. Juist. Omdat, om die positie voor die te... tijd, nee, omdat ik voor die tijd al verteld had... Ja. dat David gezegd had dat de verschillende dingen niet functioneerden. Mm-hmm. Later ontkende hij dat. Dus ik heb gezegd, nou jongens, kom mee binnen. We zitten met z'n allen gezellig bij elkaar. Hebben ze met elkaar gesproken, ja of nee? Zo lossen normaal gesproken de dingen op en dan kan niemand ontsnappen. Want aan verhalen van die dacht, van die wist, van die... Daar hebben we allemaal niks. U dacht, ik doe gewoon de confrontatie? Gewoon de confrontatie. Ja. Dat is altijd. Ja. Dus zo zijn we gewend. Ja. Als ik in het veld sta en of ik doe wat fout of jij doet wat fout... dan zeg je dat toch meteen. Goed, er is de afgelopen week veel gebeurd. Ja. Heel erg veel gebeurd. Wat er onder meer gebeurd is dat de commissarissen, twee van hen... uitleg hebben gegeven op de televisie... waarom zij denken dat het niet goed is gegaan. En daar laten we een paar fragmenten van zien. Johan Cruijff is gekend in elke stap die wij zetten... in het hele proces... Hij wist er niet van. Nee. Tot het moment dat we het hem wilden gaan vertellen. Namelijk in het officiële moment van toen de raadsvergadering. Toen was hij er niet. Ja. Hij had daar kunnen zijn. En de andere vier commissarissen hebben toen, conform zoals dat hoort... hebben de beslissing genomen die er moest genomen worden. In de voorbereidingen met Marco van Basten... wij dachten daar echt een hele goede benoeming mee te doen... is die benoeming vertraagd. Hè? Er zijn allerlei gesprekken moesten er komen. Er werd zand in de machine gegooid. Zodanig dat Mark op een gegeven moment zei... en nou doe ik het niet. En dat vonden we heel erg. Ja. Dat risico dat wilden we Cruijff, niet nog een keer lopen. Dat kwam door Cruijff. Dat kwam onder andere door een eis die Johan op een gegeven moment stelde op het laatste moment. Nou, het is zo dat wij de lijn van Cruijff een kans hebben gegeven. 4 maanden lang, zo niet langer. De tijd is gewoon op. En aan het begin is het zo geweest dat hij 1 kandidaat heeft genoemd. En dat was Tjöla Ling. Die is gewoon op een formele manier, op een correcte manier...
beoordeeld als niet geschikt. Vervolgens zijn er maanden overheen gegaan. En vorige week hadden wij weer een vergadering. Toen hebben wij, ik zal niet zeggen gesmeekt, maar wel erg gedrukt op het punt van wie is jouw kandidaat, wie breng jij in, hè, vanuit het voetbalperspectief. En het antwoord was tot onze ontsteltenis, Ling. Ja, en daar hadden ze op een gegeven moment genoeg van. En zelfs Johan Derksen zei vanavond, dat is toch een vriend van u, althans in voetbaltermen gerekend, dat is het enige wat je Cruijff kan verwijten, is dat hij op een gegeven moment afscheid had moeten nemen van de kandidatuur van Ling, omdat het toch niet meer haalbaar was. Nou, op de eerste plaats vind ik dat je hoe dan ook aan de gang moet blijven als je geen bevredigend antwoord krijgt. Tot en het einde toe? Altijd door blijven halen, want het is onacceptabel dat mensen beslissingen nemen over mensen, in dit geval, die dus op geen enkele manier een basis heeft. Geen enkel. Als we nou zeggen, is haar zit niet goed of haar is kaal, kan mij schelen wat ze zeggen. Ja. Dan heb je in ieder geval iets. Maar wat was hun argument dan? Ja, maar luister nou, je hoort het net ook. Ja. De een zegt ik wist van alles en de ander zegt ik wist van niks. Ja. Nou, dat is ongeveer de situatie geweest al die tijd. Dus je kunt erop door blijven gaan, maar je kan nog verder gaan ook. Dinsdag, voordat ik met hun zat, dus dat was 8 augustus. Hmm. Ja? Nee, 8 oktober, sorry. Ja. 8 november. En ik zat met hun 9 november, de dag waar hun het over hadden, had ik een gesprek met Ede Ophoff. Ja, ook ja, een kandidaat. Dus, ja, natuurlijk ook een kandidaat. Ja. Oud speler, goede zakelijke inzicht. Wisten ze door? Nee, daar wisten ze niks van. Ja, want wat, kijk, het vervelende is dat er zijn toch fantastische namen genoemd. Hiddink en Van Basten, om er eens twee te noemen. Ja. Maar ja, die zitten er dus allebei niet. Nee. En het wordt mede jou verweten dat ze er niet zitten. Want Hiddink zegt, het is daar zo'n gekkenhuis bij Ajax, zo'n wespennest, daar wil ik niet in zitten. Nou ja, dat heeft niet per se met Guus Johan Cruijff alleen en ik, te maken. Guus en ik zijn hele goede vrienden. En al ik weet niet hoeveel jaar, maar die heeft natuurlijk ook een hele vrachtervaring. En die denkt, ja, met dit soort mensen kan ik moeilijk doorheen deuren. En Marco van Basten heeft uiteindelijk dus ook meegezegd. Ja, dat weer te maken met een adviesraad, omdat ik vond dat die goede rugdekking moest hebben op bepaalde onderdelen. En daar wilden ze niet aan. En dat was ook weer een technische aangelegenheid. Dus elke keer als ik dus een technische aangelegenheid voorstelde, deed of wat dan ook, er waren de mensen die zich daar niet mee zouden moeten bemoeien, die gingen zich daar mee bemoeien. Hetzelfde met Van Basten. Goed, Van Basten was gewoon een goede kandidaat. Ja. En die was toch zelfs de dag dat wij bij elkaar zaten nog kandidaat. Voor mij. Ja. Voor mij, privé. En voor hem ook? Ik dacht voor hem ook. Maar het bleek dus dat hun al lang met Van Gaal rond waren. Ja, dus dan kun je nagaan wat voor type mensen het zijn.